Welkom bij deze eerste kennisclip over het slepen van schepen. Sleepboten kunnen onder andere gebruikt worden voor het transport van objecten over zeeën en oceanen, voor reddings- en bergingswerk, voor het verlenen van assistentie bij het manoeuvreren in havens en bij het escorteren van schepen. In deze kennisclip worden na een introductie op slepen de overwegingen besproken waarom al dan niet van een sleepboot gebruikt gaat worden en de verschillende typen sleepboot. Zeegaande schepen zijn zelden voldoende manoeuvreerbaar genoeg om onder alle omstandigheden veilig te kunnen manoeuvreren in de beperkte ruimte van havens. Zelfs uitgerust zijn met boeg- en of hekschroeven en moderne roeren zijn sleepboten vaak nog nodig om veilig te kunnen manoeuvreren. Havensleepboten verhogen de veiligheid in havens. Het is onmogelijk om alle mogelijke scenario's voor het werken met sleepboten te beschrijven. Deze hangen onder andere af van de mogelijkheden van het gesleepte schip en de sleepboten, van de meteorologische omstandigheden, van de beschikbare ruimte en van de ervaring van de bemanning. Voor een goede samenwerking tussen het gesleepte schip en de sleepboten is een goede communicatie essentieel. In nagenoeg alle havens wereldwijd kan gebruik gemaakt worden van sleepboten. De eigenschappen van de sleepboten zijn afgestemd op de layout van de haven, de weersomstandigheden en de lokale regelgeving. Het uitgangspunt hierbij zijn de beperkingen in de manoeuvreerbaarheid van schepen die gebruik maken van de havens. De kapitein van het gesleepte schip heeft de leiding bij sleepbootassistentie in de haven. Het gesleepte schip is verantwoordelijk voor schade die kan ontstaan bij sleepoperaties, tenzij eenduidig aangetoond kan worden dat de schuld ligt bij de sleepboot. In het kader van het beschermen van het milieu vereisen veel landen dat bij het varen in hun territoriale wateren of op kanalen en rivieren alle schepen of bepaalde type schepen, zoals tankers, geëscorteerd worden door een sleepboot. Zijn er problemen met de voortstuwing of de besturing, dan kan er snel ingegrepen worden. Bij het manoeuvreren in havens is de eerste vraag die de kapitein zich moet stellen of hij sleepboten nodig heeft bij de manoeuvre en als dit antwoord positief is, hoeveel sleepboten er nodig zijn. Dit is vooral een afweging tussen veiligheid en kosten. Bij het nemen van deze beslissing moet rekening gehouden worden met een aantal factoren. Hoe meer ruimte beschikbaar is, hoe kleiner de noodzaak voor het gebruik van sleepboten. Het gaat daarbij wel om beschikbare ruimte in relatie tot de afmetingen van het schip. Rondgaan met een schip met een lengte van 100 meter in een 400 meter breed kanaal is goed mogelijk. Is het schip echter 300 meter lang, dan is het de vraag of het risico genomen moet worden om dit zonder sleepboten te doen. Of sleepboten noodzakelijk zijn, is ook afhankelijk van de uit te voeren manoeuvre. Moet aan de goede zijde afgemeerd worden, met voldoende ruimte aan de kade en goede weersomstandigheden, dan hoeft wellicht geen gebruik gemaakt te worden van sleepboten. Moet echter aan de verkeerde zijde afgemeerd worden en is er weinig ruimte beschikbaar aan de kade, dan is het wellicht beter om wel gebruik te maken van sleepboten. Is het schip uitgerust met voldoende middelen, zoals een dubbelschroever met krachtige boeg- en hekschroeven, dan zal de noodzaak van het gebruik van sleepboten minder zijn dan bij een enkelschroever met een boegschroef met weinig vermogen. Ook de afmetingen en de beladingstoestand van het schip spelen een rol bij het nemen van de beslissing over het gebruik van sleepboten. Weersomstandigheden, windrichting en sterkte, ondiepwatereffecten en stroom spelen een belangrijke rol bij het beantwoorden van de vraag of en hoeveel sleepboten benodigd zijn. Lokale regelgeving vereist soms dat schepen gebruik moeten maken van sleepboten. Soms wordt zelfs het aantal sleepboten dat bij bepaalde scheepsafmetingen gebruikt moet worden voorgeschreven. Het kan ook zijn dat alleen bepaalde type schepen, zoals tankers, verplicht zijn om gebruik te maken van sleepboten. Het aantal sleepboten dat gebruikt gaat worden hangt ook af van wat voor soort sleepboten beschikbaar zijn. Een belangrijke rol hierbij speelt het vermogen van de sleepboten, uitgedrukt in bollard pull. Bollard pull is de trekkracht die een sleepboot stilliggend levert, uitgedrukt in metrische tonnen of kilonewton. Hiermee kunnen sleepboten onderling vergeleken worden. Normaal gesproken ligt bij havensleepboten deze bollard pull tussen de 40 en de 80 ton. Maar niet alleen de bollard pull is hierbij van belang. Soms kan het bijvoorbeeld beter zijn om twee kleinere sleepboten te nemen dan één grote, bijvoorbeeld bij het afmeren van relatief lichte schepen.
In de vorige dia is aangegeven dat de wind onder andere het aantal benodigde sleepboten bepaalt. In deze dia wordt dit toegelicht. In de grafiek wordt de kracht aangegeven die de dwarswind uitoefent op een containerschip met een windoppervlak van 10.000 vierkante meter als functie van de windsnelheid in knoop. Bij bijvoorbeeld 15 knopen dwarswind, 4 Beaufort, is deze kracht ongeveer 50 ton. Wordt gebruik gemaakt van twee sleepboten die het schip naar de kant moeten duwen, dan moeten beide sleepboten een duwkracht van tenminste 25 ton kunnen leveren. Bij een windsnelheid van 25 knopen is deze windkracht al 125 ton. Ook de kracht van de stroom kan aanzienlijk zijn. Met behulp van de bovenstaande figuur kan deze kracht bepaald worden als functie van de stroomsterkte, het natte oppervlak van het schip en de verhouding tussen waterdiepte en diepgang. De grafiek geldt bij dwarsstroom. Voor het genoemde schip wordt deze kracht 50 ton. In de vorige dia's is aangegeven dat de benodigde duw- of trekkracht bij een groot wind- of nat oppervlak groot kan worden. De kracht op de sleeptros wordt in het algemeen nog groter, omdat de sleeptros altijd onder een bepaalde hoek met het horizontale vlak staat. Omdat de cosinus van de hoek alfa altijd kleiner is dan 1, zal de kracht op de sleeptros groter worden dan de benodigde trekkracht. Is deze hoek bijvoorbeeld 45 graden, dan is de kracht in de sleeptros ongeveer 1,4 maal zo groot als de trekkracht. In het vervolg van deze kennisclip wordt een aantal type sleepboten behandeld die in de loop van de jaren ontwikkeld zijn. Het gaat daarbij om de conventionele sleepboot, de tractor tug, de azimuth stern drive tug en de rotor tug. De conventionele sleepboot heeft één schroef die normaal gesproken in een straalbuis geplaatst wordt. De schroef bevindt zich nabij de achtersteven. De sleephaak bevindt zich ongeveer midscheeps. Er kan alleen maar over de achtersteven gesleept worden. De stuurkracht S van de schroef van de conventionele sleepboot grijpt dus aan bij het achterschip. De trekkracht T grijpt ongeveer midscheeps aan. Hierdoor ontstaat er een moment waardoor de sleepboot dwars op de richting van de sleeptros komt te liggen. Als dat gebeurt, wordt de sleepboot dwarsscheeps door het water getrokken en ontstaat de rompweerstand R naar stuurboord. Deze weerstand grijpt aan onder het zwaartepunt van het schip. Boven het zwaartepunt staat de trekkracht T naar bakboord. Er ontstaat een draaiend moment waardoor de sleepboot dreigt te kapseizen. De enige mogelijkheid om dit nog te voorkomen is het kappen van de sleeptros. Het eerste effect kan vermeden worden door het aangrijpingspunt van de trekkracht naar achteren te plaatsen. Hoe dit gerealiseerd kan worden is aangegeven op de tekening. In deze video wordt het gevaar dat in de vorige dia genoemd is getoond. Alleen door de sleeptros door te snijden werd kapseizen voorkomen. Conventionele sleepboten kunnen alleen goed functioneren bij lage vaarten en kunnen ook niet heel flexibel ingezet worden omdat ze niet heel goed manoeuvreerbaar zijn. Het kan bijvoorbeeld relatief lang duren voordat de sleepboot van de ene naar de andere kant kan trekken. De nadelen van de conventionele sleepboot hebben geleid tot de ontwikkeling van nieuwere types. Bij de conventionele sleepboot werd het probleem van het dwarsvallen van de sleepboot opgelost door de trekkracht naar achteren te verplaatsen. Bij de tractor tug wordt dit probleem opgelost door de voortstuwing naar voren te brengen. De bekendste tractor tug is die van het Voigt-Snyder type. In het algemeen is dit type sleepboot uitgerust met twee onafhankelijke voortstuwingssystemen die in alle richtingen een stuwkracht kan leveren. Het systeem levert bijvoorbeeld vooruit en achteruitvarend hetzelfde vermogen. Ook dwarsscheeps wordt trekkracht geleverd, al is deze wel minder dan vooruit of achteruitvarend. Bij het achterschip wordt een verticale plaat aangebracht om het recht vooruitvaren te vergemakkelijken. Deze plaat zorgt ook voor extra weerstand bij het dwarsscheepslepen, zo
zodat de remkracht van de sleepboot groter wordt. Een nadeel van dit type sleepboot is de toename van de diepgang. In deze video wordt het principe van de tractor tugboat behandeld. I'm not saying this is the end of the line. There is further potential to increase this figure. With the Voith water tractor, for the first time, a ship has been developed that has its propellers at the bow. Towing equipment has remained in the stern. This means that the propellers are far away from the towing area, far away from the hawser, and therefore ensure stable power conditions. The fin in the stern area makes sure that the ship sails straight ahead, which means it guarantees high core stability. Het probleem van de conventionele sleepboot kan ook opgelost worden door de winch van de sleeptros op het voorschip te plaatsen. Dit betekent wel dat de voorsleepboot achteruit moet varen. Maar omdat de trekkracht en vaart van die type sleepboten vooruit en achteruit nagenoeg gelijk is, maakt dat niet zoveel uit. De azimuth stern drive of ASD-tuck is een voorbeeld van dit type sleepboot. Voor de voortstuwing en besturing van het schip wordt gebruik gemaakt van twee schroeven die 360 graden draaibaar zijn. In dit diagram wordt de bullet pool van de azimuth stern drive, tractor en conventionele sleepboten vergeleken. Daarbij wordt uitgegaan van een gelijk motorvermogen van de sleepboot. Hierbij valt op dat de conventionele sleepboot vooruitvarend relatief de grootste bullet pool heeft. Achteruit en dwarsuitvarend is deze veel minder dan van de ASD en de Voith Schneider sleepboot. Dwarsscheep levert Voith Schneider relatief de meeste bullet pool. Achteruitvarend levert de ASD de meeste bullet pool. De rototuck is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van havensleepboot. De rototuck is voorzien van drie schroeven die alle drie 360 graden draaibaar zijn. Twee bevinden zich bij het voorschip en één bij het achterschip. De drie schroeven geven dit type sleepboot veel flexibiliteit bij het sleepwerk. En dit is een voorbeeld van een rototuck. De flexibiliteit van de rototuck blijkt ook uit deze figuur. De stuurkracht is in alle richtingen bijna even groot en de dwarsscheepse vaart is nog altijd ongeveer 60% van de langscheepse vaart. En hiermee eindigt deze eerste kennisclip over het slepen van schepen. In deze kennisclip zijn de overwegingen besproken waarom al dan niet van een sleepboot gebruikt gaat worden en vier verschillende typen sleepboot. Een aantal figuren uit deze kennisclip is afkomstig uit het boek Ship Handling, dat uitgegeven is door Dokmar. Hiervoor is van de uitgever toestemming verkregen.